Hallo iedereen. Nog niet zo lang geleden hebben we een video gedaan over een nieuwe single, maar nu heb ik eigenlijk toch een speciale dag om weer al een nieuwe video te maken. We gaan iets heel speciaal doen. Zoals jullie weten, al jullie kunnen zien hebben op de media en op Facebook en dergelijke, is vandaag de 80ste verjaardag van Elvis Presley. En dat willen we toch niet laten voorbij gaan, dus ga ik er een heel eigen video aan maken, waar dat ik een aantal nummers breng van The King, omdat Elvis heeft eigenlijk mijn carrière ook gemaakt. Ik ben begonnen als Elvis imitator en ik leerde de stem van Elvis Presley kennen en ik was opeens betoverd door zijn In the Ghetto. En ik wou daarna kunnen zingen, en wat is er gebeurd? Ik heb dat opgenomen, ik heb dat aan iedereen gegeven, het resultaat, iedereen dacht dat het Elvis Presley zelf was. En zo ben ik eigenlijk aan mijn carrière begonnen als Elvis imitator. Nu, zoveel jaar later, de look is er niet meer, maar mijn stem kan ik niet weghalen. En daarom wil ik jullie laten genieten van een vijftal liedjes dat ik voor jullie ga brengen, beginnend met Always on My Mind. En ik zou zeggen, geniet ervan, binnen zo direct. Baby, life can treat you quite as soon as I should have. Baby, life can hold you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took time.
dat is eigenlijk ja, een van de eerste nummers dat ik eigenlijk ooit uitgebracht heb van Elvis ook. Mensen deden toen Something en dat was eigenlijk een van de ja, hoofdtracks van de CD. Nu gaan we weer iets ja, anders doen eigenlijk van Elvis. Ik ben een heel groot fan van zijn laatste LP, Moody Blue. En dat is daar een nummer van. En het is eigenlijk de titeltrack van het nummer, Moody Blue. En dat gaat als volgt. Oriente, maar dan in het Engels vertaald door Elvis noemt het Surrender. En dat gaat als volgt. Just smile.
Surrender. Ik denk toch een van de weinig gecoverde nummers. Ook ik ken eigenlijk niet veel imitators dat nummer ook brengen. Daarmee dat ik eigenlijk over het algemeen de minder bekende en de sterke nummers ook live breng. Een van de, ja, toch ook een van mijn favorieten. Eigenlijk noem het O Solo Mio. Maar Elvis heeft er een nieuwe versie van gemaakt. Eigenlijk, ja, in het mooie, want ik vind het mooier dan O Solo Mio. En het noemt It's Now or Never. Dat gaat dan als volgt. Thank you.
Dixieland. I was born, early woman, was first in mind. Look away, love, look away, look away, Dixieland. Van een vijftal nummers. Ik kan jullie wel vertellen, dit jaar in maart komt er ook terug een fanbal. En ik ga proberen de 16e augustus, eigenlijk van 15 of 16 augustus, ga ik een grootse tribute aan Elvis Presley brengen. We gaan proberen met een live band, ik kan het nog niet beloven. Maar is het met een live band, ga je dat wel allemaal lezen op dat fiche. Dus ik zou zeggen, ik wens jullie nog een zeer fijne dag toe en bedankt voor het kijken. Dag!